voorstellingen de komende jaren te zien. Dat hoop ik in ieder geval van harte. Als je iets meer voor het Vondelpark Openluchttheater wil betekenen, dan kan dat ook. Want je kan namelijk vakantievriend worden van het Openluchttheater. En dat kan al dit jaar voor het eerst voor 10 euro per jaar. Nou, geen geld. Kijk even op het... op onze site openluchttheater.nl/wordvriend. Daar staat er alle informatie over. Goed, we gaan snel kijken naar Martijn Koning. Martijn Koning staat al meer dan 10 jaar als stand-upper op het podium. Hij is sinds 2006 lid van de Comedy Train. En volgende week zaterdag staat hij in de Ziggo Dome met ABB, met Wendy Veer en met Nadine Bouhadi. Gelukkig staat hij eerst solo hier bij ons in het Vondelpark Openluchttheater. Verwacht vooral veel grappen, veel absurdisme en veel snelheid. Dames en heren, geef hem een warm applaus. Hier is Martijn Koning. Hallo, hoe is het ermee? Mooi. Fijn om hier te zijn, leuk om hier te zijn. Deel de popcorn even rond, hartstikke mooi. Het zit er mooi bij. Leuke mensen allemaal. Hallo, hoe is het ermee? Maar nog één keihard applaus voor Claude Legungu. Je mag hem zo wat leuk zeggen. Leuk, fijn dat jullie allemaal zijn, mooi. En jullie hebben helemaal een dekentje meegenomen. Jullie zitten ook heel gezellig. Jullie zijn al heel lieve stelletjes en jullie zijn helemaal gelukkig met elkaar. Dat is ook fijn. Het is ook wel fijn eens een keer om te zien, toch? Gewoon een gelukkig stel. Hondje mee, hoe heet het hondje? Pip. Pip. Nee, hij luistert helemaal niet. Leeft hij wel überhaupt? Want ik zie helemaal niet zijn... Pippi, hey! Ja, kijk me eens aan, Pip. Nou, dit is, oh, hij is zo schattig. Kijk met zijn handjes of met zijn been, of weet het, pootjes. Ik zal er helemaal te kijken. Wat leuk. Hoe is Pip? Hoe oud is die? 5. Ah, oké. Okay. En dan al helemaal totaal ongeïnteresseerd in wat hier gebeurt. Wat wel leuk, zeg. En zijn jullie al heel lang bij elkaar ook? Een jaar of 12, wat fijn zeg. Dat is wauw. Dit vind ik trouwens het mooiste. Dit vind ik het allermooiste aan een relatie. Hè? Dit vind ik het allermooiste aan een relatie. Ik zit soms wel eens in bad. Zit ik in bad. En komt mijn vriendin komt zo de badkamer ingelopen. En zegt ze: Hey, zit je in bad? Dan zeg ik: En zegt ze: Mag ik ook in bad? En zeg ik: Tuurlijk mag je ook in bad. Snap je? Het is ons huis, het is ook haar bad. Dus ik kan niet zeggen: Nee, tuurlijk mag je ook in bad. Maar nu komt het. Ik heb al in bad geplast. Meerdere keren zelfs, maar dat kan ik ook niet zeggen. Ik kan niet zeggen, jij bent de goorste vriend die er bestaat. Ik zit al een uur in mijn eigen pis, zit ik hier. Dat kan ik ook niet zeggen. En dit vind ik zo apart aan een relatie. Dan gaat zij in bad en dan vind ik haar een vies wijf. Het is zo raar hoe het werkt. Het is zo raar. Dan gaat ze erin en gaat zo, oh, warm, denk ik.